Ierland telt evenveel schapen als inwoners. Maar dit prachtige groene eiland is dan ook het paradijs voor deze dieren. Deze keer hebben we Nicolas uitgenodigd, een trouwe lezer van het Delhaize magazine, om samen te ontdekken wat het Keltisch lamsvlees van Delhaize nu zo uniek maakt. Hiervoor trekken we naar de familieboerderij van William Hamilton, gelegen in Kilcandra in de provincie Wicklow. Het heuvelachtige grasland verspreidt zich hier als een lappendeken tussen de zee en de bergen. In combinatie met het zachte en vochtige klimaat zorgt dit voor een zeer vruchtbare bodem, waar de schapen alle plaats hebben om te spelen, maar ook om te smullen van het malse gras en de voedzame klavers. Van generatie op generatie passen ze hier hun duurzame traditie toe. Als een echte herder staat William elke dag vroeg op. Om 7 uur inspecteert hij zijn kudde. Daarna ververst hij de drinkbakken met vers bronwater. Alles voor het welzijn van zijn schapen. Want zoals William zelf zegt, dieren met een rustig leven zonder stress zorgen voor een heerlijk zacht vlees. Zelfs de voorplanting vindt hier ongedwongen plaats. Na de geboorte voeden de lammetjes zich 4 maanden uitsluitend met moedermelk. Eenmaal ze sterk genoeg zijn, kunnen ze meegenieten van het groene goud in dit eindeloze landschap. Nicola heeft lamsvlees klaargemaakt in een korstje van aardappelen, wat een heel goed idee is. Vind zijn receptje terug op delhaize.be.